waar een rechte lijn loopt boven de akker en de golven en de afstand blijft. Daar, waar leegte wacht en ik totaal vervuld toch vulling mis. Daar waar ik misgrijp en slechts vel tref onder nagels. Daar waar ik aankom, terwijl het vertrek al bonst achter mijn slapen. Daar waar een ander land mij laat zwichten voor nieuw en mijn vrijheid zich vrijer vrijt. Daar waar ik nooit arriveer en toch binnen één ademteug kan zijn. Ja, die is het niet geworden. Of wil je liever dat ik vertel wie het wel? Vertel het! Dat hoort! De spanning hoor je op te bouwen. Oké, ik ga het gewoon vertellen. Ik vertel niet wie de publiekslieveling is of de jurylieveling is. Want dan denk ik, de jury gaat zo meteen een keuze maken en dan denk je, oh, dan wordt het toch gewoon die. Dus ik vertel alleen wie de twee finalisten zijn. En de twee finalisten van de verkiezingen van de Stadsdichter 2018 zijn Ditmar Bakker en Marianne naar woongenot, zelfs niet als het lichte einde. Dit leeft toch al als een god. Ook geen liefdesnest in Genua of nudistencamping in de Verdon. Ik reis niet zomaar de zon achterna. Ik zit best op mijn balkon. Ik heb echt te weinig geduld om maanden op stempels te wachten. Mijn hart raakt veel meer vervuld van ervaren en minder van smachten. Voor mij is dus geen bonbonnière of paardenfluisteren in de mond. Zelfs al is het hier negatief en misère, dan schrik ik me wel in de lot. Ik wil niet op mijn zeecontainer wachten of te vergeefs op de loodgieter. De vrijheid zal vast veel verzachten, maar misschien ben ik wel niet zo genieten. Ik wil niet voor andere zorgen ter plekke. Eén zijn met de Fransoos. Nee, ik wil me niet verstekken. Ik slaap nog liever in de huis. Ik ben vooral heel blij en een beetje overdonderd. Ik wil Margot heel graag bedanken, want die heeft mij de advertentie toegestuurd. Zonder Margot had ik hier zeker niet gestaan. En nou, mijn moeder heel erg bedanken voor mijn Leidse roots onder andere. Want zonder die Leidse roots had ik hier ook niet gestaan. En, ik weet niet goed wat me te wachten staat nu. 3 jaar, klinkt heel lang. Maar ik heb er ontzettend veel zin in, dus jury bedankt dat ik deze Leidse reis mag gaan maken, denk ik. Dank jullie wel.